Joris van der Linden, dat is in een paar minuten gebeurd na rust. Ja, het ging toen snel. Die 1-0 en gelijk de 2-0 erachteraan. Ik denk dat we goed uit de rust kwamen, kan je wel zeggen. Ja. Goed, het weer was niet best en voor de rust was het ook niet geweldig van beide kanten. Nee, ik denk dat wij wel goed begonnen. Toen kregen we wel een paar mogelijkheden. Op een gegeven moment was het inderdaad, ging het een beetje heen en weer. Gingen we een beetje met het spelletje wat zij willen doen. Iets minder voetballen, gingen we weer mee. Nou ja, toen kwamen natuurlijk die twee rode kaarten. Dat verandert wel een hele wedstrijd. Dus, maar na de rust denk ik dat we het goed gedaan hebben. Zoveel als mogelijk hun gevaar onschadelijk gemaakt. En goede overwinning. 0-3 hier winnen is altijd lekker. Ja. Goed, dan zei je gewoon op een gegeven moment een portie opportunisme in de strijd. Dat is logisch. Mm-hmm. Maar ook daaruit werden ze echt niet echt gevaarlijk. Nee, ja, je merkt wel hoe dichter zij bij de 16 natuurlijk die ballen erin kunnen pompen en alles. Ja, zijn ze gevaarlijk in. Dan kan hij ook gewoon zo in één keer goed vallen. Ondanks dat het misschien niet zo heel gevaarlijk oogde. Maar ik denk dat we dat goed bestreden hebben. En dat, Dan verzuim je dan niet om eerder die 3-0 te maken. Er lagen wel ruimtes. Af speelt dan ook dat van de week zo'n wedstrijd bij dat je op een gegeven moment een beetje uit de benen loopt. Ja, maar goed, volgens mij hadden zij ook natuurlijk een aardig potje hier tegen ADO uiteindelijk. Dus ik denk dat een beetje twee kanten opging. We gingen wel iets achteruit. Had zeker eerder gekund, maar we hadden die marge van 2 ook. Dus ja, zij moesten en wij konden iets afwachten. Goed, traditioneel in Spakenburg hier niet gemakkelijk. Nee. 3-0 oogt heel comfortabel. Zeker. Maar het was niet dat je zegt, we lopen over Noordwijk heen. Nee, ik had wel in de rust het gevoel van we moeten en kunnen hier gewoon winnen. Maar het is niet inderdaad, als je denk ik de uitslag uiteindelijk ziet, denk je, Spakenburg wint even 3-0 bij Noordwijk, dat was het, vind ik niet. Nee. Hoe lekker is dat je zelf weer eens even inprikt? Ja, dat is heerlijk. Dinsdag natuurlijk ook belangrijk kunnen zijn en nu weer belangrijk met een goal. Ja, dat is waarvoor je wil voetballen en wat je elke week wil doen. Dus nee, daar ben ik heel blij mee. Ja. En jullie hebben heel veel smaken, hè? Ja, dat zie je maar weer. Achie scoort, ik scoor. Koos met een goal. Het zijn opties. Ja. Nou goed, nu breekt straks de week van de waarheid aan. Althans, de competitie daar wordt pas in beslist. Maar je krijgt nu al de ploegen die bovenin ook meegenoemd. Ja, het seizoen is nog super lang. Alleen het gaat nu wel om even om de bovenste plekken. En dan kijken hoe rustig we dan kunnen blijven. Ja.